Ik maak even een filmpje over de decoupage verder van Mint bij Michelle. We gaan even de gewone, de meest gebruikte gewone opplakmethode doen. Dat doen we met Mod Podge. Kan ook met andere PVA-lijm, maar ik doe dat. Ik gebruik dat Mod Podge. Je legt hem waar je hem wil. Doe je eventjes hoekjes aan de uiteindjes. Zorg even dat je de hoekjes niet te ver naar binnen zet. Als je de hoekjes te ver naar binnen zet, dan komen ze onder je papier. En het papier is een beetje doorzichtig, dus daar blijf je het zien. De reden waarom ik het plankje eerst wit heb geschilderd, is dat je kleuren van je vellen komen gewoon mooier over op wit. Ook een stukje zwart. Hier, dan worden je kleuren worden een stuk doffer, donker, alles wordt donkerder op zwart. En als je een lichtere kleur neemt, hoeft niet per se wit te zijn, dan worden de kleuren veel sprekender. Want het is natuurlijk een beetje een doorzichtig spulletje. Dan ga je de insmeren tussen je hoekjes. Gewoon zorgen dat er een goede laag op zit. Hoeft niet heel dik, maar ook niet heel dun. Je moet wel kunnen plakken. Hoppatee. Normaal gesproken leg je hem dan waar je en dan leg je hem los neer. Dan pak je een prop huishoudfolie. Gewoon uit de keuken. En dan wrijf je hem. Heel voorzichtig. Als je een grotere plaat hebt, dan kan je hem natuurlijk niet in één keer inlijmen en aandrukken. Dan begin je eigenlijk moet je het even goed aanmeten. Dan kan je het doe je het per gedeelte. Dan doe je een stukje insmeren, bijvoorbeeld tot hier. En dan doe je dit allemaal aandrukken. En dan ga je weer daarna het andere stuk inlijmen. Kijk er dan wel uit met inlijmen dat je niet hier begint. Want anders krijg je hier een hele dikke klodder van de lijm. En als je daar dan weer wat overheen gaat liggen, dan wordt het, ellendig. Je kan ook met een brayer. Dan kan je het aandrukken. Ik kan altijd weer een stukje omhoog halen. Ik denk van nou, met deze methode krijg je wel kreukeltjes. Het is ook wel een beetje de charme van het papier. Je moet ook niet te lang erin blijven rommelen, zoals ik nou hier aan het doen ben. Want dan
Je papier maak je namelijk nat. En daardoor rekt het gewoon een beetje uit. Daar moet nog een stukje onder. En met deze methode krijg je wat krekels erin, wat kreukels erin. Maar dat heeft ook zijn charme, want het lijkt het net een echt schilderij. Ik heb mijn andere grote kast ook met deze methode gedaan. En daar, ja, als je er vanaf een afstandje bij staat, dan zie je daar niks van. Ook met deze techniek. Dit eerst laten drogen. Dan kan je hem eromheen gaan verven wat je wil. Als je heel veel met water gaat werken, hier niet direct op. Want dat activeert de lijm en dan krijg je extra bubbels en dergelijke. Dus eerst een vernis laagje erover, niet op waterbasis. En daarna kan je aan de gang. Als je niet heel nat van plan bent om te gaan verven, kan je het gewoon zo eromheen verven. Het papier kan je waksen, je kan het verder vernissen voor de rest. Je kan er van alles mee doen, net wat je wil. Ik hoop dat het je duidelijkheid heeft gebracht.